daar woont mijn opa. Daar zie je nu ook mijn soort van oma. Daar zo woont mijn overgrootoma. En dan heb je hier ook een soort van oma, ja. En daar woont ook dan mijn nichtje. Daar woont ook mijn neefje. Is dat gezellig zo, de familie dichtbij? Ja, dat is wel heel leuk. Want bijvoorbeeld als je vriendjes of vriendinnetjes meeneemt vanaf school, dan heb je van hoe is dat dan hier zo en dat soort dingen. En als je gewoon bijvoorbeeld mensen hebt uit familie, die weten gewoon hoe het is hier. Nou, dit is mijn wagen, hier woon ik. Het verschil is dat wagen is van hout en een huis is van steen. En ja, deze hier kan je wegrijden en met een huis gaat dat niet echt lukken. Maar waar zijn de wielen? Onder de wagen, maar dat kan je nu dus nu zien omdat het allemaal is afgeschermd. Het is best wel schoon in wagens. Wij drinken nu ook uit plastic bekertjes, omdat dat best wel schoon is. Ja, ging het goed? Ja. Nou, de mannen dus ja, meestal aan het werk en dan de vrouwen echt bijna de hele dag schoonmaken. En we vinden het gewoon veel fijner om als alles schoon is, want bij mij binnen is ook bijvoorbeeld bijna alles wit. Rome, wil jij even naar Omi een bordje stoofperen brengen? Ja? Ja. Heb je wat lekker voor vanavond, hè? Ja. Dat heb je dus met die oordelen dat mensen best wel bang zijn voor kampers. Ze denken dat we bijvoorbeeld geweren hebben en dat soort dingen. En dat we daarmee op mensen gaan schieten als ze bijvoorbeeld hier komen. Terwijl dat helemaal niet zo is. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat is gewoon een soort van roddel. Dus... Omi! Omi! Omi, ik heb wat voor u. De kinderen kunnen alles doen wat ze zelf willen hier. Een brommetje rijden, weet ik veel wat. Dat hoef je in Hilversum niet te doen. Hier is het nu heel erg troep nog. Want eerst wouden we hier dat we een speeltuin zouden we eerst krijgen. Maar van de gemeente, door de gemeente ging dat niet door. Maar we hadden het wel eigenlijk al geregeld. Het zou eigenlijk al komen, maar toen kwam het niet meer. In ons land hetzelfde gebleven. Op het kamp, daar waren we thuis. Nou, het is gewoon, je hebt heel veel vrijheid en je bent beschermd. Ik voel me gewoon veilig hier. En ik kan gewoon zo lang als ik wil naar buiten. We zijn anders. En dat zal ook altijd blijven. Mijn soort dus. Ik vind dat familie gewoon voor alles gaat. Gewoon echt heel belangrijk. Je hoeft niets te vragen, ik kom van de vader in de Rommelman. Daar stond me wie. Ik zou ook nooit meer weg willen, laat ik het zo zeggen. Nergens kunnen ze het beter doen dan wat wij hebben. Als ik later volwassen ben, dan wil ik een mooie grote wagen op het kamp hier. En alles wit en lekker schoon. Ik kan vanavond eten. Stoofpeertjes. Ja, bedankt. Doeg. Doei zomaar. Dat is, hè?